welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Er werden heel veel vragen ingestuurd over de video die ik wilde maken over autisme. Ik ben echt al geschrokken over vragen die er waren. Ik zit er nog zoveel vragen waren er eigenlijk over. Daar ben ik ook wel heel trots op eigenlijk dat er zoveel vragen waren. En ik ga ze nu even erbij pakken. Ik heb er normaal foto's van gemaakt. Dus ik ben even aan waar ze staan. Ah, hier vallen. Hier staan ze. Dus die gaan we lekker beantwoorden. De eerste vraag die ik heb gekregen was van Zoe. Heb je bepaalde tricks die je als je iets spannend vindt, zoals ik heb? Ja, ik heb dat wel zo. Bijvoorbeeld als ik op het terrein sta en het is heel druk, dan probeer ik in mijn hersen eigenlijk zoveel mogelijk te denken van naar buiten te kijken en even te vergeten dat het druk is, maar als het dan... Wanneer je moet afstappen en het is dan nog keidruk, ja, dan heb je wel terug die prikkels één keer terug in je hoofd. En dat is natuurlijk al minder, maar ik probeer wel me zoveel mogelijk te concentreren op mezelf. Dus echt wel, het komt wel goed, duurt niet meer zo lang. Zo dingen doe ik eigenlijk allemaal, maar echte tricks heb ik eigenlijk nog niet. Dus nee, eigenlijk... Ja, zo dingen doe je dat wel. Of in een ziekenhuis, als het heel lang duurt voordat je binnen moet, bijvoorbeeld in een spoed. Dan denk ik ook soms mijn eigen van, kijk, je bent hier alleen. Je bent hier helemaal alleen. Er kan niks gebeuren. Het gaat niet meer zo lang duren. Het komt goed. Ze komen zo halen. En ja, dat werkt soms wel, maar soms ook niet. Wat is autisme juist? Ja, dat is altijd heel moeilijk uit te leggen aan mensen die dat niet echt weten. Wat autisme is, dus ja, wij hebben in onze hersenen zien er ook, als je van onze scan zou pakken, er helemaal anders uit dan die van jullie. We hebben dus ook geen filter, dat wil dus ook zeggen. Dus als ze tegen jou zeggen, vandaag komt uw vriend niet spelen, dan zeg je oké, dan komt hij morgen wel. Maar wij, ik persoonlijk begin dan heel hard te flippen, want dat moet vandaag gebeuren en dat ging vandaag zijn. En dat kan niet waar zijn en dan maak ik echt wel kwaad. Dan word ik echt wel kwaad omdat je er toch op gehoopt hebt dat die kwam. Wat nu heel vaak ook gebeurt met corona, omdat heel veel dingen veranderen. Je kijkt dan naar iets uit waar je helemaal naar bijvoorbeeld, ik geef maar een voorbeeld, je wou naar een K3-show gaan. Maar in één keer kan dat niet gaan door corona. Dan ben ik ook heel kwaad, ook omdat ik daar echt wel heel veel voorbereiding heb gedaan voor in mijn hoofd. En dan kan ik wel heel kwaad worden daarop. En dat is natuurlijk niet zo plezant, maar ja, de corona is er nu helemaal. En we kunnen niet zo heel veel aan veranderen, maar dat zijn bijvoorbeeld dingen die gebeuren. Dat heb ik al heel vaak meegemaakt, vooral als ik naar het ziekenhuis moet. Dat ik echt op voorhand al aan het denken ben van dat en dat en dat en dat moet ik allemaal hebben. En dat het toch nog niet doorgaat, dat ze me dan bellen en het gaat niet door. En dan vraagt die mevrouw, vindt u het erg dat het niet doorgaat? En in uw eigen denken, ja, ik vind dat erg, ik vind dat heel erg. Maar je wilt dat eigenlijk niet zeggen dat je dat erg vindt. Dus je zegt, nee, ik vind dat niet erg. Maar ja, eigenlijk wel. Omdat je heel dagen hebt gestrest voor niks. Om naar een ziekenhuis te moeten gaan. En ja, dan heb je dat wel even moeilijk. En dan wil ik ook alles er even uit. En dan zijn dat meestal de goede vrienden die het ontgelden eigenlijk. Dus ja, ik heb dat wel heel, heel vaak eigenlijk. En dat is wel een schoon voorbeeld eraan. Maar ook heel veel prikkels zijn bijvoorbeeld gewoon nog maar de auto's, de huizen, de mensen om me heen. Ik kan dagen hebben dat ik zeg van, ah, kom, laten we naar buiten gaan, laten we onder de mensen komen. En er zijn dagen dat ik denk, oh nee, ik wil lekker binnen blijven, ik wil dat niemand mij ziet. Maar ja, dat is niet altijd heel mogelijk natuurlijk, omdat ik ook alleen woon. En doordat ik alleen woon, kan ik niet altijd zeggen van, ik blijf binnen. Want ja, ik moet natuurlijk ook eten of drinken hebben. Ik heb natuurlijk nu wel goede mensen om me heen en ook goede begeleiding daarin. Maar ja, ik heb ook van die dagen dat ik wel echt dan denk van, oei, oei. En zeker natuurlijk, ja, ik ben nu populair. Dat je allemaal wel weten door TikTok. Door Bolstar. En ja, dan heb je dat wel voor dat je toch van denkt van, ik ben er niet, ik ben er niet. Maar ik vind het wel leuk om heel veel fans rond me heen te hebben. Die foto's willen, die een handtekening willen, dat vind ik eigenlijk wel super leuk eigenlijk. En ik ben er ook wel trots op dat ik die mensen heb eigenlijk. En ik die mensen ook rond me heen heb. Even af. Dus ja, dat wel. Maar ik kan ook niet zo echt heel veel tegen heel veel drukte, heel veel lawaai. Dat is bijvoorbeeld in Waasland shopping bijvoorbeeld. Of op een optreden van K3, daar zet ik echt mijn koptelefoon op. Dat is zo'n groene koptelefoon, die zet ik dan op. Dacht ik hem even gaan halen. Dus dit is de koptelefoon die ik heel vaak gebruik eigenlijk. Bijvoorbeeld als ik naar bij werk ga op school, neem ik die altijd mee. Voor als het nodig moest zijn dat het te druk is. Dan kan ik deze opzetten en natuurlijk is het kei vaak te druk.
op wegen, zowaar dat ik naar school moet. Want die passeren natuurlijk heel veel auto's. En dat geeft me wel prikkels. Ook ja, als ik naar shopping ga of zo. En ik weet, het zijn zoldagen. Of het is op zondag of woensdag, dan is het ook altijd heel veel drukte en dan neem ik die ook wel mee. In het begin voelde ik me daar niet op mijn gemak mee, want ja, die mensen kijken nu aan. En ja, wij wijzen ook wel een beetje naar u, maar dan denk ik mijn eigen van ja, het is voor mijn eigen goed, want anders heb ik heel veel hoofdpijn. En dat is natuurlijk ook niet goed, dus de middag deze ook wel heel vaak gebruik, ook op concerten. Dus je ziet ook, Josje staat hard nog op. Dus deze gaat al een tijdje mee, deze. Ja. Dit is natuurlijk wel een kinderversie, er zijn natuurlijk andere, maar ik heb een kleine kop en ik kan deze het best op, dus daarmee ik deze gebruik eigenlijk. Wat ik ook soms meemaak is dat mensen vragen in de live op TikTok van zou ik met jou mogen mee live gaan? Voor mij is dat natuurlijk niet zo heel gemakkelijk, voor andere mensen van ja kom maar. Hoe meer mensen live meegaan, hoe beter. Voor mezelf is dat niet zo. Ik ga eigenlijk het meeste live met mijn mensen die ik ken, zoals met mijn zorgmama en zo, met mijn zus. Omdat ik ook weet, van die weten ook van, ik ga misschien niet zo heel veel zeggen, maar ik ben daar wel. Ik zit graag mee in de live en ja, daar ga ik eigenlijk het meeste live mee eigenlijk. Dus ja, dat is ook zo eigenlijk wel iets wat ik heel moeilijk vind ook om uit te leggen, dat mensen ook niet altijd heel begrijpen. Ik kan soms ook in een live zitten, waar ik eigenlijk gewoon hallo zeg, alles goed. En heeft een leuke dag gehad en dat ik dan zo in één keer zwijg, maar dat ik wel mee in de live zit. En heel veel goede mensen die mij kennen, die weten dat is normaal, Sil is er gewoon, Sil kijkt gewoon mee, geeft likejes, is aanwezig. Maar als je in nieuwe lives komt, ja, dan word je wel eens een keertje geblokkeerd, omdat die dat niet echt goed begrijpen. Ook omdat ik af en toe ook niet mee kan praten, omdat het echt over gesprekken gaat, ik denk van nee, dat heb ik nog niet meegemaakt. Zo lijkt een relatie gehad of zo, heb ik ook nog niet echt meegehad. En dan is dat wel eventjes, ja, slikken. Maar wel, ja, proberen toch te antwoorden. We gaan eens naar de volgende vraag. Eens even kijken. Waarom praat je zoveel over autisme? Omdat ik de mensen bewust wil maken dat het ook bestaat. Want je ziet het natuurlijk niet aan ons. Je hebt wel mensen die bijvoorbeeld niet kunnen praten. Dat is ook, want autisme is heel breed eigenlijk. En ik wil de mensen bewust maken eigenlijk ervan. Van kijk, dat bestaat ook. En houd daar ook wel een klein beetje rekening mee. Omdat ik dat ook heel vaak merk, ook in de live natuurlijk. Doordat ik dit dus nu doe op TikTok en ook op YouTube. Dat er heel veel mensen zijn die het niet begrijpen. Maar ook in het dagelijks leven, als je naar school gaat. Of je komt mensen tegen. Mensen begrijpen dat niet altijd van, wat is dat eigenlijk? En dan is het belangrijk dat er zo filmpjes wordt opgenomen. En wordt oververteld. En dat is eigenlijk iets wat ik eigenlijk heel veel wil doen. Eigenlijk over vertellen, dan komen we er nog. Dus daarom wil ik ook niet heel veel hier gaan over vertellen, omdat ik nog heel veel ideeën heb, ook voor op TikTok te vertellen. Maar dat is dus ook, ja, waarom ik dat eigenlijk doe. Want ik wil mensen bewust maken van, dat bestaat ook. Mensen in een rolstoel, dat weet je, ah ja, die kan misschien niet lopen of dit of dat. Mensen die blind zijn, weet je, die kan niet zien. Mensen die doof zijn, dat weet je ook, van die kan niet horen. Maar aan ons zie je dat niet en dat is soms wel heel lastig. Wanneer werd de diagnose van autisme bij jou vastgesteld? Ik was toen 7, 8 jaar als voor de eerste keer te sprake kwam dat ik autisme heb en had. Maar ik ging al naar buiten onderwijs en ze hebben er eigenlijk niet echt heel veel werk van gemaakt en zo. Ik heb daar gewoon, ja, ik ging gewoon mee met de andere mensen. Eigenlijk heb nooit het verschil geweten eigenlijk. Tot op mijn 13, 14 jaar dat ik naar het middelbaar ging. Ook een buitengewoon onderwijs, maar toch nog een beetje te moeilijk voor mij. En dat ik dan wel vaststelde van, ik ben een beetje anders. Maar nu in het dagelijks leven merk ik dat wel vaker mee. Van, ik ben een beetje anders. Mensen bijvoorbeeld over relaties gaan praten. Of over dingen die ze dagelijks meemaken. Dat ik denk van, ik kan niet meepraten. Of moeilijke woorden gebruiken. Dan heb ik dat wel heel moeilijk. Ook omdat ik niet alleen autisme heb. Maar ook een verstandelijke beperking. En dat houdt ook een beetje in dat ik ook een beetje kind ben soms. Op sommige momenten. En dat ik soms ook niet kan meepraten. Ik heb nog niet echt een relatie gehad. En dat maakt het wel moeilijk. Maar ik doe wel mijn best om mee te praten. En om, ja, die juist weer nog beperkt in mijn woordenschatting. Dus ja, dat maakt het soms ook wel heel moeilijk om met mensen mee te praten. Als ze een andere woord gebruiken. Of mensen die dialecten gebruiken. Dan is het helemaal, ja, naar de faans, zullen we het zo noemen. Eens kijken of er nog vragen zijn. Niet echt, er zijn niet echt zoveel vragen meer gesteld, omdat, ja,
Maar ik vind het wel leuk om erover te vertellen. Binnenkort komen er trouwens nog meer video's. Ik hoop dat je dit ook leuk vindt dat ik daarover vertel. Doe dan zeker een dikke duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En er komt zo snel mogelijk weer een nieuwe video aan. Dikke kusjes.